Yo mensen, ik heb een nieuwe video, Hield Kaflores. Vandaag Clash Royale, we gaan voor de 2500 likes, ik zit op mijn account en dit wordt vet. Jongens, ik zat op Twitter en ik zit eigenlijk op twee redenen op Twitter. Ten eerste om UFC-vechters te volgen en te kijken wat zij tweeten. En ten tweede om Clash Royale decks op te zoeken. En ik zag dat iemand een 12 wins challenge won met een bepaald deck. En ik zag dat deck en ik dacht gelijk van ja klaar, videootje aan. Boom, pak mijn iPad erbij, we gaan rammen. Want dit deck wil ik per se gaan spelen. Boom. Dit is gewoon, dit deck is voor mij gemaakt. Ik heb echt het gevoel dat dit deck voor mij gemaakt is. De Megamine die we laatst geüpgrade hebben zit in het deckje. En dus een ballon-mortier combo. Echt, ik vind ballon en mortier de twee leukste kaarten om mee te spelen. Dus ik denk dat dit echt een goud deckje wordt. Wij gaan dus de ballon upgraden in deze video. De snowball zit er ook in. En die is wel level 13. Ik weet niet hoe groot probleem dat gaat worden. Maar we laten hem nu gewoon eventjes in en we zien het vanzelf wel. Over 21 uur ben ik trouwens heel veel video's van tevoren aan het opnemen. Omdat ik straks weer terug naar Nederland ga. En omdat jullie strijders zijn, neem ik mijn setup mee naar Nederland. Terwijl ik lekker kerstvier. Ik weet het niet, ik ben gek. Maar ik wil zoveel mogelijk video's van tevoren opnemen. Dat ik niet de hele tijd aan het werken ben, ook in Nederland. Maar, wij gaan dus die ballon upgraden. Wij gaan rammen met het dekje. En wij gaan kijken of we even wat potjes kunnen winnen. Let's go. Ballonnetje, ballonnetje, ballonnetje. Hoppatee, let's go. Die ballon gaat naar het volgende leveltje. Max level ballon, helemaal mooi dit. Ik heb hier zin in. En ja, ik wou eigenlijk dus eerst de Tombstone doen. Want het is natuurlijk mijn andere dekje. Dat ik nu aan het maxen ben. Maar ik doe toch even liever nu dit dekje. Want dit dekje ziet er gewoon echt uit alsof ik hier gewoon heel hoog mee kan komen. Ik ga niet het opgeven. Ik ga dit seizoen alsnog focussen waarschijnlijk op het graveyard dekje. We zitten op dit moment, niet heel hoog. Nee, niet heel hoog. Zo, alles zit wel op elkaar zeg. Kijk, we zitten nu op 546. We gaan even kijken. Als we nu drie keer winnen, zou dat heel mooi zijn. En we gaan kijken gewoon hoe. Het is de eerste keer dat ik überhaupt. Oh nee, met Bubblon lag. Eerste keer dat ik überhaupt met dit dekje speel. Dus we gaan zien hoe dit gaat verlopen. Maar het is wel een dekje dat ik denk ik wel weet hoe je ongeveer moet spelen. Het is niet een heel nieuw concept of zo. Dus dat is dan wel weer chill. Doen we de delivery. Is dit genoeg om die prins te stoppen? Hij is wel een beetje weak. Ik denk het wel eerlijk gezegd. Ja, top. Nou, ja, wel close. En doen we de Arch Queen in de back. En gaan we even kijken wat onze tegenstander hier tegen gaat doen. Hij heeft alleen de prins laten zien. Oei, willen we andere lane gaan met de ballon nu? Ja, kijk, weet je wat het is? Al heeft hij nu minions, wat best wel kan. Met een P.E.K.K.A. prins, dat is wel een combo dat je ook minions kan hebben. Zijn we de lul. Dus ik ga denk ik even mijn ballon nog eventjes achterwege houden. Even kijken hoe snel we deze P.E.K.K.A. kunnen stoppen. Doe ik even de Megamin een beetje naar achter. Gewoon, ik wou net zeggen, gewoon voor de zekerheid. Nou, dat hebben we dus helemaal goed gedaan dat we dat voor de zekerheid doen. Doen we even de ballon. Even de ballon bedoel ik. De delivery. Droppen we de snowball bedoel ik. Sorry, ik zei ballon. Ik bedoel natuurlijk snowball. Doen we de minertje eventjes om die Megamine te supporten. Dat is even voor hem vervelend. Ik had hem misschien ook naar achter kunnen doen. Want nu kan hij natuurlijk de prins op de miner droppen. En dan is de Megamine afgeleid. Hij zept de Megamine. En we komen dus tegen P.E.K.K.A. ballon. Oké, P.E.K.K.A. ballon. Nou, we hebben Archer Queen. We hebben Snowball. We hebben Megamine. We hebben Mortier om af te leiden. Dus we hebben in principe genoeg tegen een ballon. Ik denk niet dat die pers een hele moeilijke matchup is. Ik denk, wacht, hij heeft Electro Wizard net gebruikt. Ik denk dat ik even andere lane ga. Gewoon om die druk te zetten. En er even achter. Oké, hij heeft dus Wizard. Wat? Hij heeft Electro Wizard en normale Wizard. En we doen even de Megamine hierop. Dan drop ik een Valkyrie en een Delivery, want dat is sowieso niet genoeg, die Valkyrie. Let's go. Verdedigen we dit weer prima eigenlijk. Ik heb de Archer Queen dus voor zijn ballon. Die Megamine gaat twee keer hitten als hij niet gaat zappen. Misschien gaat hij zappen, hij gaat zappen en dan is het nul hits. Zo, dat wist ik niet eens dat je dan nul hits kon gaan doen. Dus dat is goed gedaan van hem. Droppen wij de hoge mortier, want ik heb zo'n gevoel dat die P.E.K.K.A. Oké, ik had zo'n gevoel dat die P.E.K.K.A. in de back zou gaan. Doet hij dus niet. Droppen we de Archer Queen hier. We accepteren dat hij, dat mijn mortier nergens heen gaat. Hopelijk kunnen we die P.E.K.K.A. op tijd killen voordat mijn queen neergaat. Nee, dat kunnen we niet. Maar wat we wel kunnen, is de queen beschermen. Lijkt me heel verstandig om die queen te beschermen. Droppen we de Megamine helemaal in de back, want dat is gewoon voor straks. En dan spam ik de ability en hopelijk zijn we op tijd voordat de prins raakkomt. We zijn op tijd voordat de prins raakkomt. Helemaal mooi. Doen we de mortier hier zo. Let's go. Dat is precies op de plek om die ballon zo ver mogelijk te laten vliegen. Zonder dat hij druk zet. Doen we de minertje. Zonder dat hij naar de toren gaat. Doen we de miner om de P.E.K.K.A. naar achter te gooien. Let's go. Waar is zijn Electro Wizard? Die komt niet. Dit betekent dat wij één hit pakken met de ballon. Ondanks dat hij gaat zappen waarschijnlijk. Hij zet niet. Eén hit met de ballon. En we moeten nu deze push verdedigen. En als we deze push verdedigen, dan zijn we binnen, jongens. Als we deze push kunnen verdedigen, zijn we binnen. Oké. Ability.
Snowball totaal niet nodig. Maar ja, gewoon even voor de zekerheid. Wacht ik eventjes. Kom ik nu met mijn miner. We kunnen dit potje winnen. We kunnen verrast worden last minute. Maar ik denk dat als we gewoon nu slim spelen, dat we dit potje winnen. Ik spender daar mijn ability. Hoppatee, zijn we op tijd mee. Super nice. Doe ik de Valkyrie hier in de back. Ik wacht even. Ik wil even kijken wat hij ging doen. Oké, top. Droppen wij dit. Oeh, die mortier was een beetje verkeerd gedropt. Want die wizard ging een beetje damage doen op de mortier. Let's go. Droppen we dit. Droppen we de minertje. Prima. Prins wel neer. Oh nee, maar dit is niet best. Waarom wist ik dat dit ging gebeuren? Ik wist gewoon dat dit ging gebeuren. Ik weet niet hoe, maar ik op een of andere manier wist ik, toen ik zag dat mijn toren op 2900 stond, zijn op 1000. Ik wist dat ik ging verliezen. Dit was gewoon een soort van... En daarom zei ik ook gewoon, we staan dik voor, we gaan dit pakken, maar we moeten wel even oppassen. Ik weet niet, ik had gewoon het gevoel dat we gingen verliezen en we verliezen gewoon op een hele vreemde manier. Ik beloof jullie op al mijn geld dat we nu 3 keer winnen. Ik verwijder mijn YouTube kanaal als we nu niet 3 keer winnen, jongens. Ik ga echt even nu serieus. Alles op alles. We gaan nu 3 keer op rij winnen. Ik beloof het op mijn leven. Let op. Ik jongens, 100%. Dit was even inkomen. Allereerst potje met het dekje. We hadden hem moeten winnen. We winnen hem niet, omdat... ik heb geen idee. We komen nu dus tegen Hawk Rider 2.6. Dat is in principe... Even denken, is dat een goede matchup? Niet heel erg eigenlijk. Het is niet heel chill. Drop ik de Valkyrie hier zo. Oké. Drop ik de Mortier. Doet de Mortier een hitje of hij gaat afleiden? Hij lijft af, prima. Valkyrie wordt vertraagd, want die Ice Golem gaat dan even die Valkyrie pakken. Dan gaat hij een hoge musketier, denk ik, gooien op de Valkyrie. Nee, oké, dat is chill. Dan kunnen wij nu er doorheen komen met de ballon. Waarschijnlijk. Hij heeft... Musketier en kanon, dat klopt. Waarom dop je de kanon daar? Dat is echt super dom. We hebben een hitje of hij moet vuurballen. Hij vuurbalt. Oké, dat is helemaal top. Dan hebben we nu extra veel elixir. Dan drop ik de delivery hierop. Drop ik de miner. En een snowball op de skellies. Eventjes wachten. Ja, waar zijn je skellies? Hij dropt geen skellies. Oké, dat is wel een beetje jammer. Droppen we de Valkyrie alvast. Om die skellies te killen. En die Ice Golem te killen. En met een beetje bang te maken dat hij niet mag komen met zijn mortier. Of met zijn mortier, met zijn Hawk Rider. Dat was een risky mortier van mij. Ik accepteer 2 hits van de Hawk Rider. Als het er 3 zijn. Nee, het zijn zeker geen 3. Het is 1 misschien nog wel. Het is 1 hitje maar. Oké, top. Droppen we de delivery hierop. Ik zweer jongens, we gaan dit echt winnen. Echt waar. Ballon. Miner. Tankt voor de ballon. Snowball. Hij gaat vuurballen waarschijnlijk. Of hij heeft een hitje. Nou, misschien zonder vuurbal een hitje. Hij vuurbalt weer. Hij is niet bang om te vuurballen. Deze gast. Oké. 2 hitjes. Maar we staan nu wel sterk. Hij kan nu weer gaan vuurballen. Wat willen we nu doen? Wat is nu handig? Ik denk dat ik even een minertje chop op die... Ja. Hij heeft geen vuurbal cycle. Hij heeft op dit moment ook eventjes geen musketieren cycle. Drop even Valkyrie in de back. Dan snowballen we dit niet. Zo, bijna gesnowballed. Dan moet hij nu vuurballen. Ja, vuurbalt hij. Oké, we hebben hem nu door. Nu gaat het goed. Hij heeft geen vuurbal cycle. Dus we kunnen hoge Archer Queen. We kunnen druk zetten met de miner. Dan gaat hij waarschijnlijk alsnog vuurballen straks. Want hij heeft weer een cycle nu. Hoppatee, een delivery. Een ability. Let op. Mooi, kanon moet hij droppen. Nou, dan gaan wij met de ballon. Dan kan hij dat vuurballen natuurlijk. Maar de mortier zit ook nog eens op de toren. Dan moet hij dit vuurballen om geen hit te krijgen, denk ik. Droppen we de Valkyrie. Mortier zit nog steeds op de toren. Met de death damage is dat meer dan genoeg. En anders hebben we nog een snowball. Let's go. Hoppatee. Winnen we dit tweede potje? Ik zei het, hè, jongens. Op al mijn geld. We gaan nu 3 keer winnen. Dus nog 2 potjes. Dat eerste potje hadden we ook gewoon zwaar moeten winnen. We zitten weer op de cups waar we net zaten. Op 540ste van Nederland. En we gaan gewoon lekker door. Let's go. Nog 2 potjes. Dit is echt een dekje dat ik goed kan spelen, denk ik. Ik denk echt, als ik dit dekje ga oefenen, misschien moet ik dat graveyard dekje links laten liggen. Maar ik vind het zo zonde, want ik heb nu dan voor niks, heb ik de tornado geüpgrade.
En de graveyard zelf natuurlijk. Dus dat is wel een beetje jammer. Drop ik even de Archer Queen hierop. Dat is een beetje jammer natuurlijk. Maar ja, aan de andere kant, we hebben ook de Mega Min geüpgrade uit dat graveyard deckje. En die hebben we, gebruiken we nu ook weer. Dus het heel erg zonde is het ook weer niet. Wachten we heel eventjes. Wachten we heel eventjes. Wachten we heel eventjes. Doen we het nu. Let's go. Dan drop ik dit. Dan moeten we wachten op dat die Lavond explode. Is dat genoeg? Ik twijfelde zo hard, hè. Wauw, ik twijfelde zo hard om daar te snowballen. Het was uiteindelijk het volledig waard geweest om dat te snowballen. Natuurlijk, want dan hadden we geen ballonhitje. Maar ik dacht dat het niet nodig was. En soms, nee, soms gooi ik te veel elixir op dingen die niet nodig zijn. Dus ik dacht nu van, oké, ik ga het een keer niet doen. En dat was uiteindelijk niet slim geweest. We komen even met onze snowball deze keer. Dat is wel chill dat we nu de snowball hebben voor deze drakies. Dat is een prima countertje. En droppen we gelijk nummer tier. Moet die of een miner komen, of een tombstone, of barbaren. Oké, ik ga tuurlijk defenden dit. Hoge Archer Queen. Ability? Nee, ik denk niet dat de ability slim is. Ik denk dat beter de ability kan bewaren. Oh, ja. De vroege ability. Ik weet niet waarom ik die ability dropte. Ik was eventjes... Ik had het gevoel dat die Archer Queen te laat of te vroeg zou zijn. Dat de miner niet zou tanken. Ik denk dat dat de reden was van mijn ability. En door die ability, door die Archer Queen... Het is best wel slim wat hij nu doet. Want hij gaat nu proberen een... Ja, ik zit even na te denken, jongens. Hoe ik dit ga doen. Inderdaad. Oeh, jongens, dit is perfect. Dit is echt lijp verdedigd. Dit is echt heel lijp verdedigd. Oké, we moeten nog één keer verdedigen. 37 seconden. We hebben even een ability van de Queen dat heel chill is. Die gaat nu eventjes lekker extra chippen op die lavahond. Dus dat is heel nice. Droppen we de martier. Hopelijk heeft hij nu die skeldraken op zo'n manier gedropt dat hij... Ja, oké. Okay. Oké, het ziet er goed uit. Het ziet er heel goed uit. Dit ziet er heel goed uit en we winnen hem. Jongens, let's go. Ik beloof het jullie. Ik beloof dat jullie ook nu alles ging winnen. Want ik voelde gelijk het eerste potje al dat dit echt een deck is waar ik goed mee ben. Laatste potje dan. De rest gaan we ook winnen. Want ik heb het beloofd op al mijn geld. Dus dan moeten we wel winnen. Dan moeten we wel winnen. Want anders is al mijn geld weg. Dat is ook niet fijn. We gaan even kijken hoe hoog we nu... Nee, we gaan gewoon nog eerst één potje doen. En dan gaan we daarna kijken hoe hoog we staan. Jongens, dit dekje. Ik ben er helemaal excited over dit dekje. Het maakt trouwens een snowball level 13 of 14. Maakt volgens mij niet heel veel uit, denk ik. Ik zal zo eventjes vragen aan mijn clangenoten. Laatste potje van de video. Tegen iemand van 6400. Miner. Oké. Okay. Jammer dat we nu geen Delivery of Valkyrie hebben voor die Dark Prince. Dat is echt heel vervelend eigenlijk. Zo, dit is echt even heel vervelend. Ik pak alvast die snowball mee. Dus even niet chill, maar ja. Oh. Alsjeblieft, Mega Minion. Je bent zo traag, Mega Minion. Accepteren. Auw, dit is zoveel damage. 3500, let op, hè. Dit, let op. 700 damage met één freaking Dart Goblin. Ik wist het en toch dropte ik geen Valkyrie. Het voelt gewoon een soort van... Het voelt een soort van dom. Het voelt soort van dom om een ik denk dat ik mijn geld kwijt ben. Het voelt soort van dom om een Dart Goblin te stoppen. Oh, dit is zo'n belangrijke hit. Oké, maar dit is ook weer heel vervelend. Dit is gewoon de toren weg. Ik heb zo'n gevoel dat ik mijn geld kwijt ben, jongens. Ik heb zo'n gevoel dat ik mijn geld kwijt ben. Nou, ik ben wel mijn toren kwijt. Oké. Dit is in principe helemaal geen moeilijke matchup. Hij heeft alleen bats en een Dart Goblin. Het ding was dat we gewoon ontzettend slecht begonnen. Prima, pak mijn toren. Prima, pak hem maar. Gaan we niet eens verdedigen. Oké. Archspin in het back. Dit is echt wel een potje dat we kunnen winnen. Oké. Ja. Oeh,
Mega Knight. Mega Knight is dan weer wat minder chill. Mega Knight is dan weer wat minder chill. Nee, Laper, dit is echt een hele moeilijke matchup. Laper, dit is een hele moeilijke matchup. Ik ben al mijn geld kwijt. Ik ben al mijn geld kwijt. Jongens, het spijt me. Het was een grapje, oké? Het was een grapje. Het was een grapje. Het was een grapje. Tuurlijk, het was een grapje, jongens. We gaan het niet meer winnen. We gaan het niet meer winnen. We kunnen nu niet komen met de ballon, want we hebben geen snowball. En dan kan hij goedkoop met bats verdedigen. Nou, dan pakken we even deze toren gewoon even nog voor de eer. Voor de eer. We hadden dit wel echt kunnen winnen als we gewoon niet zo slecht begonnen. We begonnen gewoon echt heel slecht. We begonnen gewoon echt heel slecht. In principe is het... Weet je waar het begon, jongens? Het begon allemaal bij die mortier. Dat we gewoon niet die mortier in cycle hadden. Enfin, dat we niet een Valkyrie of een miner... Of, ja, een Valkyrie miner of delivery in cycle hadden voor die Dark Prince. Dat ik opeens een mortier op de Dark Prince moest droppen. En toen ging het mis. Dat was het moment waar het misging. Maar ondanks heb ik echt het gevoel dat dit dekje... Ja, ik denk dat ik echt extreem hoog ga komen met dit dekje. Ik weet niet waarom. En ik denk dat ik helaas mijn graveyard dekje verwel moet zeggen. En moet gaan focussen op dit dekje. Want ik heb echt heel goed gevoel over dit dekje. Jongens, wat vinden jullie van dit dekje? Laat achter in de comments. Ik hoop dat jullie het video maar even kijken. Zien we de volgende video. En tot dan, mensen.